Waarschijnlijk ben je wel bekend met pluggen, misschien ook wel met slagpluggen, maar misschien niet met spanhulzen. Voordat deze video echt gaat beginnen wil ik je vragen om te liken en te abonneren. Dit helpt ons kanaal om betere en meer content te kunnen maken over dit soort producten. Als je dingen gaat bevestigen in hout, dan heb je vaak de keuze uit lijm of schroeven of spijkers. En als je iets gaat bevestigen in beton, dan denk je al snel aan pluggen. Maar je hebt ook spanhulzen en spanhulzen zijn eigenlijk een soort van de spijker in beton. Hiervoor heb ik de verpakking van spanhulzen, hier zitten er 250 in. Afhankelijk van de maat die je bestelt krijg je ook het aantal in een verpakking. Maar elke verpakking ziet er wel zo uit in zo'n soort doos, sticker op de voorkant. En dan kan je dus zien dat het een BSQ-lijn is. BSQ staat voor Borg Swiss Quality, dus de kwaliteit van het staal. Dan heb je het artikelnummer. Als je het artikelnummer in de website invoert, dan krijg je ook dit product naar voren. Dan daaronder dus 250 en daaronder zie je dat het ook verzinkt is. En als we de verpakking openmaken, dan zie je ze al meteen. Zoals ik al zei, er zitten dus 250 in. En als ik er even één pak, dan kan je zien dat het echt een soort spijkervorm is. Het is eigenlijk niet anders dan een spijker, behalve de punt. Je ziet dat dit een stompe punt is en de spijker heeft natuurlijk een scherp punt om bijvoorbeeld een hout te snijden. Je kan de maat erop zien, dus de diameter en de lengte. 6 mm diameter en 80 mm in de lengte. En je kan zien naast de maat hebben we dan gribbels en die gribbels zorgen ervoor dat die beter hecht in het gat. Als je de spanhuls omdraait zie je dus een inkeping en die inkeping zorgt er dus voor dat je dit kan monteren in beton of steente. En daardoor heb je geen plug meer nodig en je hoeft geen schroef meer te gebruiken om het te doen. Hoe dit in zijn werking gaat, je boort dus een gat voor die een millimeter of 10 kleiner is, zodat de spanhuls zijn werk kan doen. Want als je een gat boort die dezelfde diameter heeft als de spanhuls zelf, dan trekt hij zichzelf natuurlijk niet strak. Je ziet dat bij de punt het wel al gesloten is, zodat je wel een beginpunt hebt. Je drukt hem dus in het gat en dan heb je een kop waar dus op gaat slaan. En door die inkeping kan de spanhuls dus zichzelf dichtmaken en daardoor zit er dus onderspanning in het gat. En het is natuurlijk van verenstaal gemaakt zodat het veerkrachtig is en niet dat het alleen maar buigt en niet meer terug wilt. Want als het van normaal staal zou zijn, dan zou het erin slaan en dan zou het meteen die vorm aannemen dat jij hem hebt ingeslagen. Maar dan kan je hem natuurlijk ook weer zo uittrekken omdat er geen kracht onder staat. Daarom is het van verenstaal gemaakt. Dus super simpel, je boort een gat in gesteente, dus beton, keramisch gesteente, holle baksteen, waar je het ook in wilt. En je slaat hem dan simpelweg met een hamer strak en hij zit in één keer gewoon helemaal vast. Ben je ook op zoek naar een andere oplossing dan alleen maar het gebruiken van een plug? Of ben je benieuwd hoe dit in zijn werking gaat? Klik dan in de link hieronder om meer informatie te vinden op onze website.